Het ging er fanatiek aan toe op het veld van Fortuna Wormerveer. Iedereen probeert zijn beste voetbal te laten zien. De Talentendag is een initiatief van de kersvers en Real Madrid-speler Rafael van der Vaart en zijn vader. Vanwege de droomtransfer waren de twee zelf niet aanwezig. Natuurlijk hoopt iedereen op net zo'n carrière als Van der Vaart. Maar daar moet je wel wat voor over hebben. Helemaal kapot. Zwaar? Jazeker. Ja. Heb je wel geoefend? Ja, moest vorige week nog met trainen. Het is wel zwaar, ja. Hoe komt dat? Je moet gewoon de hele tijd sprintjes trekken. Gaat steeds sneller. Zou je graag net zo goed als Van der Vaart willen worden? Jawel. Heel graag zelfs. En ook de vaders aan de kant zien dat wel zitten. Als hij zijn best doet, zou ik dat graag zien, ja. Ja. Maar heeft hij het in zich, denkt u? Hij heeft het in zich, ja. Ja. Ziet u dat hij talent heeft? Ja. Zoals hij met de bal omgaat, de balbehandeling, overzicht, dan mag je wel spreken van talent, denk ik. En de kunsten van zo'n Dion blijven dan ook niet onopgemerkt. Mister Ajax Sjaak Zwart, die als scout voor de Amsterdamse club langs de lijn staat, is gecharmeerd van het 11-jarige spelertje. Wat ik zo zie, heb hij dingen van het voetbal, de techniek, overzicht, het passeren, snelheid, wat belangrijk is, dat heb hij. Maar ook Dion heeft nog een lange weg te gaan. De voetbaltalentjes hopen vandaag in elk geval een stapje dichter bij het Nederlands elftal te zijn gekomen. Het volkslied ondergaan zal als echte professionals.